Ja, wie heeft het debat gewonnen? Ja. Ja, ik vind het niet zo interessant hoor, wie de winnaar is. Want ik denk dat het de fotofinish was tussen Omtzigt en Wilders. Ja, die twee. Die hadden de leiding. En die kwamen er het beste uit. En dan had je in ieder geval op de derde plaats, had je dan die lang. Ja, nou, die herhaalt alleen maar voorgekoude tekstjes. En ja, ik weet het niet. Het is niet enorme personality, zal ik maar zeggen. Nee. Maar de verliezer, dat is eigenlijk interessanter van het hele debat. Daar zit ik altijd naar te kijken. Wie heeft er verloren? En de grote verliezer is, ja, ik heb hem nog niet genoemd, dus je weet het al. Ja, groengoeroe, Timmermans, ja natuurlijk. Die heeft dik verloren. Ja. En hoe komt dat nou, vrienden? Kijk, die Timmermans, die kan je gewoon vergelijken met een spits. Een hele belangrijke spits in het voetbal. Die een tijd uit de roulatie is geweest door een blessure. En die komt weer terug. Dat is Timmermans. En zo'n spits, als die terugkomt, ja, die heeft geen wedstrijdritme. Helemaal niet. Die bij een beetje aanname, hup, springt die bal weer iets te ver van zijn voet weg. Hij heeft niet net die startsnelheid niet die hij normaal had. Die heeft hij dan niet meer. Nou, bij een kans is hij net die tiende van seconde te laat. Ja. En ja, dan wordt elk schot wordt geblokt. En die scherpte is er dan gewoon niet. Nee. Dat is Timmermans op dit moment. En vrienden, daar moeten wij gewoon heel blij mee zijn. Want hij schakelt zichzelf heel keurig uit hiermee. Wij weten gewoon vanaf nu, na dit debat, dat hij wordt in ieder geval niet de allergrootste. Ja, en Knulletje Klaver, ja, die zit er thuis en die te kniezen, want die ziet ineens zijn baantje als minister zo wegfladderen. Floep, floep, floep. Knulletje, ja. Dat baantje. Adje dubbel T, jij ook. Woep, woep. Geen minister, nee. Dat zie je nu gebeuren gewoon. Dus, kortom, het kon niet beter dan bij dit debat.